Het Statiegefonds heeft de premies voor vrijwillig verzekerden met 75% verhoogd. Deze verhoging gaat per 1 januari 2017 in. Volgens Marino Starke, hoofd klantenservice en relatiebeheer, is deze aanpassing noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening naar de klanten toe te garanderen. Als je dat wil doen, dan ontkom je er niet aan om aanpassingen te plegen. En ik zal u zeggen, toen we het rekenwerk hebben gedaan, automatisch ga je daar even kijken van hoe zwaar is het en in hoeverre is het realistisch, maatschappelijk gezien. Dus niet in cijfers, maar maatschappelijk gezien. En dat is waarover u het heeft. En het viel ons op hoor, dat in vergelijking met organisaties die soortgelijke dienstverlening aanbieden, dat het SZF toch gemiddeld 40% ligt beneden de premies die door anderen geboden worden. Dus in dat opzicht denken we toch dat er vanuit het statiegefonds toch getracht is om de zaak betaalbaar te houden. Ja? Dus we begrijpen het tijdsgebrek waarin we leven, maar we moeten streven ernaar om een minimale kwaliteit van de zorg te behouden. En dat noopt ons dan dus tot het doorvoeren van deze verhogingen. Starke geeft verder aan dat de vrijwillig verzekerden ook gebruik zullen mogen maken van preventieve tandheelkundige behandelingen. Deze service is eens per jaar beschikbaar zonder additionele betaling. We hebben met de tandartsen heel goede afspraken gemaakt waarbij ze in de zin van preventie een aantal handelingen zullen verrichten richting de verzekerden. En in het verlengde daarvan hebben wij ook pakketten die de verzekerden op een gegeven moment zullen kunnen kopen indien nodig. Toch? Maar in het basispakket maakt men zonder enige extra betaling, kan men gebruik maken van het servicepakket dat is geïncludeerd in die premie. Daarnaast wil ik ook nog vertellen dat was het zo dat bij het toetreden tot het statiegefonds als vrijwillig verzekerde men een entreepremie moest betalen. Dat is nu weggemaakt. Ook om die betaalbaarheid voor zij die toetreden, om dat mogelijk te maken. Aldus Marino Starke, hoofd klantenservice en relatiebeheer bij het SZF. We spraken hem naar aanleiding van de verhoging van de premies voor vrijwillig verzekerden. Deze aanpassing gaat per 1 januari 2017 in.